Let's play some Tetris, motherfucker. Oké, dag iedereen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Invader Podcast. Ik ben Maxime en we zitten hier met onze goede vriend Panolosri. Ik vind het altijd leuk dat jij mij introduceert en ja, en nooit omgekeerd. Het is zo gegroeid dat ik eigenlijk nooit iets moet doen en niet zeggen. En jij begint er gewoon aan. En het is goed, volgende keer moet jij de introductie doen. Ik ben zo de trouwe volger. Ja, de volgende keer doe ik iets. Het is goed. En Ben, ik heb één grote vraag voor u. Ja. Namelijk, ben jij blij? Ik ben vrij blij. Ah, ja, ben je specifiek blij met wat we gezien hebben afgelopen donderdag? Ja. Ja, toch. Algemene indruk wel. De PlayStation Showcase zit toch bezig, hè? Inderdaad. Niet de pornofilm die we daarna samen gezien hebben? Nee. Daar was ik minder blij van. Nee. Ik ben er wel vrij blij van. Denk erover. Ik vind een algemene indruk. Ik had misschien meer games nog verwacht. Meer PlayStation exclusives. Zoals een God of War. En weet ik veel. Maar toch, in het algemeen, toch blij. Ja. Vond een goede show. Mijn initieel gevoel, ik hou het niet lief, na afloop was ook zo'n mini klein beetje teleurstelling, omdat je toch altijd die verwachtingen zodanig hoog legt en zo echt alles wilt zien. Maar als ik het dan zo even heb laten inzinken, dan vond ik het eigenlijk echt wel super vet. Een heel goede showcase. En echt gewoon alle fouten die Microsoft gemaakt heeft, rechtgezet, basically. Hè. Mega veel gameplay, constant gewoon trailers, knallen. Ja, het was zo. Het was... Natuurlijk waren de verwachtingen wel vrij hoog. Hè? Dus iedereen, en als je die geruchten zag, er gaan een nieuwe Batman-game worden aangekondigd, de nieuwe God of War, Spider-Man 2. En ja, natuurlijk, het ging de max geweest en moesten we al die games gezien hebben. Ondanks dat die wel in de maak zijn, hè? Die zijn allemaal in de maak. Maar een nieuwe Bioshock, dat dachten ze ook. Allee, dat dacht ik ook eerlijk gezegd, een Bioshock 4. Ja. Maar achteraf gezien was dat, ik vond dat toch vrij zot. Hè? Dat was anderhalf uur alleen maar games. En oké. Sinds zo wat aangedikt met wat indie games en ze hebben heel veel verschillende dingen getoond. Hè. Maar toch vond ik het goed. Hè. En als je weet, als ze dat al getoond hebben en je weet wat er nog allemaal in de maak is, denk ik niet dat Sony het met de PS5 slecht doet. Laat het me zo zeggen. Nee, inderdaad. We gaan dus een keer die showcase eens uitvoerig bespreken. Nee, wat vonden van een design eigenlijk? Ah, wel. Ja. Dat is het belangrijkste, hè? Ja. Ik vond hem heel cool. En ik weet, als ik zo de commentaar lees van de mensen, denk ik... ik vind dat heel vermoeiend om te lezen, soms. Iedereen heeft er zijn mening over, natuurlijk. Hij ziet er wel wat uit. Als een router. Ja. Met wat goede wil. Maar ik vind hem... wat ik nu ga zeggen, is misschien een gevaarlijk statement in deze tijden. Maar ik vind het wel cool dat het een keer een witte console is. Ik vind dat wel nice. Ja. Dus zo, mooi strak design met zo die blauwe... Ja, eigenlijk exact gewoon geëxtrapoleerd van die controller of zo. Ja. En ik vind het echt vet. Hij ziet er wel gigantisch uit. Ja, hij is ook gigantisch. Hebben die mock-ups gezien? Ja, maar is dat echt zo groot? Ja, maar op de basis van de... Ja, je hebt twee versies. Hè. Je hebt een versie met een Blu-ray disc reader en een versie zonder reader. Dus een all-digital console. Ja. En op basis van die Blu-ray-disc die afgebeeld staat, het gleufje om de schijf in te steken, hebben ze eigenlijk gewoon alle afmeting van de andere consoles ernaast gezet. En op basis daarvan kun je eigenlijk perfect gaan zeggen van de PlayStation 5 wordt zo groot en die wordt gigantisch. Hè. Dat is echt gigantisch. Als je ze allemaal naast elkaar ziet, is de PlayStation 5 echt de grootste console die we ooit gezien hebben. Zelfs groter dan een PlayStation 3, en je weet dan wat voor een bak dat was. Een dek dus de PlayStation 5 is echt nog een stukje hoger. Ja, vreselt. Maar af. Ik vind hem echt cool. En ik weet ook, ik ga sowieso voor de Blu-ray-versie. Ja ik, ga nog niet, ook... ik ga nu nog niet digitaal gaan. Als dat zo nog niet 100% het geval is. Ik ook niet. Want ik zit nog met veel Blu-ray-films en ik koop ook nog graag Blu-rays op schijfjes. Plus... Ja, idem. PlayStation 4 games, hè. Het is nog niet echt duidelijk van, gaat die wel kunnen spelen, maar al mijn PlayStation 4 games zijn bijna op schijfje. Dus ik heb niet veel goesting om dan elke keer als ik zeg, oké, je kunt denk ik niet.
Je kunt denk ik niet gewoon een digitale versie gewoon downloaden als je de PS4 op schijf krijgt. Van het spel dat je bezit, ja. Wat eigenlijk absurd is, hè. Maar ja, misschien wordt het zo. Misschien is het zo dat je, oké, als je een PS4-game hebt, maar nee, bij nader inzien kan het niet. Hoe kun je dat bewijzen? Ja, dan kun je gewoon van al je maten PS4-games vragen. En dan die op een of andere manier dan gaan digitaliseren. Nee, dat kan niet. Ja. Nee, dus ik wil ook één met Blu-ray disc reader gewoon. Simpel. En een witte, hè. Wel ja, maar er komen wel veel verschillende designs natuurlijk. Dus uiteindelijk, mensen moeten het niet zagen. Dat is gewoon het standaard design. Maar er komen genoeg andere kleuren uit, dus. Ja, na de launch wel, hè. Wel ja, dus inderdaad. Als je hem echt super lelijk vindt, maar je wil hem wel op launch day kopen, oké, ja, dan heb je wel pech, I guess. Maar nee, ik vind hem vet. Ik vind, ik weet niet, het is futuristisch. Het is echt zo... Ja... Het is anders dan anders en dat vind ik wel cool. Ja. De veiligste keuze en is klassiek zwart en dat is ook schoon. Ze. Allee, als je die mock-up ziet van zo'n zwarte PS5, vind dat ook heel mooi. Maar ik vind het zo een keer cool dat ze iets anders doen. Waarom fucking nieuw wit? En een witte controller, waarom niet? Ja, en zo dat design met zo die twee, gelijk zo wat schilden, dat zo rond je console zelf. Ik vind het kraag. Ik zeg ontzettend veel memes verschijnen. Zo. Ik vond hem best zo gewoon... Een manneke, een jong manneke, met echt zo in die PS5 gefotoshopt alsof dat die uiteindes in een kraag waren. Ah, ja. Vond dat nog goed gedaan. Maar ja, uiteindelijk gaan een design, dat is. Mensen kunnen nooit een console allemaal schoon vinden. Er gaan altijd verdeeldheid zijn. Dus je gaat altijd een groep hebben die het cool vindt, een andere groep die het niet cool vindt. En na loop van tijd gaan er ook wel verschillende versies op de markt verschijnen. Dat is met alle consoles geweest. Hè? Ja, het dus, is al. Allee, ja, ik vind dat echt zo... Iedereen mag zijn mening hebben, maar voor een console daarop te gaan afrekenen is een beetje belachelijk. Well, ja, het is gewoon... Ja, ik vind het eigenlijk ook niet super belangrijk of zo. Like, ik vind hem vet, maar moest dat een lelijk ding geweest zijn, I don't care. Ik wil dat gewoon hebben, ja. Ja, ik begrijp wel als je er veel geld wil voor zegt, en dat mensen dat ook wel in hun living willen tentoonstellen, bij wijze van spreken. Maar, het is qua design, ik versta dat je ervoor of tegen bent, maar ja, uiteindelijk als ik dan de games bekijk, wat dat het belangrijkste is, denk ik wel ik was niet super, super onder een indruk. Ik dacht van, we gaan misschien nog meer zotte dingen te zien krijgen, maar het coolste dat ik gezien had, was die Ratchet & Clank. Gewoon zo... Het feit dat je... Heb je die trailer gezien? Ja, ik heb alles gezien. Zo dat je zo tussen die dimensies... Dat hij zo tussen die dimensies hopt. Ja. Allee, eigenlijk door dimensies vliegt on the fly binnen. Ja. Dat vond ik wel vrij zot. En ik dacht eerst, oké, dat is gewoon CGI. Dat is gewoon een reclamefilmpje dat is erin gestopt. Dat is allemaal niet speelbaar. Maar ze hebben dan geconfirmeerd dat het allemaal gameplay is. Dat speelbaar is. Dat is gewoon echt zo een foefje om zo de nieuwe SSD te showcasen. Hè. Ja. Dat je zo supersnel kunt... Allee, dat gewoon de laadtijden quasi niet heel zijn. Waardoor dat je inderdaad dus gewoon van de ene spelwereld naar de andere gewoon on the fly kunt gaan. En dat is cool. Dat is vet. Heel mooi gebracht, ja. Ik moet wel zeggen, ik ga eerlijk zijn, ik heb niets met Ratchet & Clank. Ik heb die laatste... Nee, heb je nooit gespeeld tot vroeger ook niet? Ja, ik heb die vroeger wel gespeeld, maar ik vond het altijd zo te kiddie. Altijd zo, dat character design stond me niet aan. En hoewel dat ook gameplay wel leuk was, dat is een leuke platformer. Ja. Moet ik dan wel zeggen, de laatste versie die geremasterd was voor PS4, ik speelde en dan had ik zoiets van, maar dat ziet er toch wel cool uit. Ja, en dan met mijn zoontjes gespeeld en die waren ook onder de indruk. En nu die was gratis, hè? Die was een keer gratis met PS Plus, denk ik. Dat kan, ja. En dan heb ik hem eens gedownload en even gespeeld. Ik vond het ook wel echt chic, man. Ja, het heeft ze niet de... Ja, voor mij heeft ze niet de charme dat ik naar op zoek ben of zo. Ik weet het niet. Ja, dus ik begrijp dat wel. Toen mij weinig. En die nieuwe, ik dacht, vrij cool. Ja, het is gewoon weer de old school kaart dat zo niet trekt. Ze hebben met meerdere dingen gedaan, toch? Hè? Gran Turismo ook. Gran Turismo is back. Dat was nog het zotste. Ja. Allee, het zotte. Dat was wel te verwachten. Ja, voorspelbaar wel. En het is ook niet dat je zegt van... Maar dan, we gaan van die game iets super nieuw verwachten. Dat gaat gewoon Gran Turismo zijn. Maar ja, super, super schoon. Hè. Hoe jammer was het ook was dat bij u ook het geval? Dat die conference gewoon echt erbarmelijke kwaliteit was. Maar er gewoon zodanig veel mensen aan het kijken waren. Ja. Bij u ook? Ik heb het gevolgd via YouTube. Ik weet niet via... Ja, ik ook. En op mijn 4K-tv. En dat, via de PlayStation 4 wel. En dat is dan wel... Ja, die
kwaliteit is niet optimaal, dat weet je. Nee, nee, het was echt pixelated langs alle kanten. Dus dat is wel jammer als je dan zo'n showcase van mooie graphics te zien krijgt. Maar ja, veel, alleen, like Gran Turismo, die trailer bij mij zag er zo wel, ja, like, ja, like een rekening like dat er nu uitziet. Ja, maar als je dat dan opnieuw bekijkt, als je dan... Ja, 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 dat heb ik dan ook gedaan. Ja. YouTube-kanaal als... nu, die een Gran Turismo trailer, dan zie je zo... begint zo met die gast die in de garage loopt en dan zie je zo, de eerste auto dat gepasseerd heeft, zo'n een kromen helm op. Ja. Die een piloot heeft een kromen helm op, dat je zo de weerspiegeling ziet van gans die omgeving. En dat vond ik wel vrij cool. Maar ja, dat is visueel indrukwekkend, hè. Ja. Maar wel vet voor ja, Gran Turismo. Dat heeft wel een stevige fanbase, natuurlijk. Dus die zullen wel blij zijn. En het heeft ook zo'n een volwaardige campaign mode, heb ik gezien. Ja. Voor de rest, ja... boeit mij weinig. Ja, maar ze, allee, ik heb nu wel gelezen dat, ze, dat de game zogezegd de alle unieke features van PS5 gaat gebruiken. Bijvoorbeeld die triggers, waar je gas mee moet gaan geven, dat adaptief is, dat je dat meer en minder gas kan geven. Zo, dat je ook de weerstand gaat voelen van je pedaal, zogezegd. Ja. En dat is ook het enige dat ik aan het houden heb. Dus zo interessant vond ik het ook weer niet. Oh ja, maar ja, race games, dat is echt, ja, dat is... Dat moet echt je ding zijn, ja. Altijd wel een goede showcase voor graphics, hè. Ja, ja, ja. Als zo heel snel, en voor framerate ook, als dat heel snelle gameplay is, en die omgeving, en vooral die interior designs van die auto's. Hè. Als je zag hoe gedetailleerd dat nu alweer was, denk op grafisch vlak gaat dat wel veel cool zijn, hè. Ja, tuurlijk, inderdaad. Ja, en wat nog? Dus, allee, stel dat je een top 5 mocht maken, dan zit Ratchet & Clank daar al in? Maar hoewel dat Ratchet & Clank, dat is nu geen favoriete reeks van mij, maar ik vond het wel cool dat je daaraan al zo, dat zo in een technische showcase was van dat gaat nieuws zijn op vlak van videogames met Next Gen. Dat je zo heel snel dat de laadschermen weg gaan zijn, dat je vroeger naar een nieuwe wereld ging en dat je eerst nog de laadscherm met zijn tellertje zag, dat nu zo on the fly gaan zijn. Dat vond ik cool aan die demo. En hoewel dat ik niet onder een indruk ga zijn van... De gameplay, denk ik. Alleen gewoon dat platformgedeelte. Ondanks dat het er cool uitzag. Vond ik dat wel zo de demo dat ik zeg van oké, dat is een keer iets nieuw. Iets dat we nog niet gezien hebben. Dus voor mij staat wel om die reden in een top 5. Alright. En Spider-Man ook, maar dat is wel een raar verhaal aan het worden. Die Spider-Man Miles Morales. Ja, maar ik denk gewoon dat de reden is. Het is dus zo gezegd een standalone spin-off, hè? Zo noemen ze het nu. Ja, ja. Dus basically een iets korter game, zou ik denken dan. Ja, gelijk ooit die expansie van Uncharted, The Lost Legacy. Legacy. Die super goed was, hè? Super goed. En 8 uur, ik heb daar 8 uur uitgehaald. Ik vond dat nog oké. Natuurlijk voor full retail price. Nee, maar het schijnt ook dat die goedkoper gaat zijn. Maar de verwarring is vooral gekomen dat er een van Sony zei van... Ja, nee, het wordt eigenlijk een expansie. En je gaat die samen kunnen kopen met de remastered versie van de eerste Spider-Man game. En iedereen dacht van... Ja, oké, nu begrijpen we het. Ze hebben eigenlijk gewoon DLC getoond. Dat ook te spelen gaat zijn op PS5. En dan heeft Insomniac dan even daar recht gezet. Zegt van nee, het wordt echt standalone experience. Zoals Uncharted The Lost Legacy dan. Ja. Waarbij dat echt wel... waarbij dat ze ervan... Dat ze doen uitschijnen dat het wel lijvig gaat zijn, maar niet zo groot als een Spider-Man 2 bijvoorbeeld. Het is dus geen Spider-Man 2. Hè. Dat is niet de sequel op de Spider-Man. Het is gewoon een soort van... Ja, tussenverhaal... dat je gaat kunnen spelen... Totdat Spider-Man 2 er dan is, eind 2021. Maar wellicht gewoon exact dezelfde wereld. Dezelfde gameplay. Ik vermoed wel dat qua gameplay dat ze gewoon... vrij hetzelfde gaat zijn, vrij identiek aan de PS4-versie. Maar dat is oké, hè. Er is totaal niks mee. Nee, en nieuwe kostuums en zo, ja. Allee, ze kunnen eigenlijk wel genoeg toevoegen om ons geboeid te houden, denk ik wel. Ja, ik denk het wel. En ook een nieuwe coole storyline met Miles daar, ja. Kan eigenlijk alleen maar... Maar het was wel vreemd dat ze dat heel kort aan bod kwam, in het begin. Dat ze er ook niks over zeggen, hè. Dat doet zo... Hier is Spider-Man Miles Morales, en op... Op naar het volgende, zonder dat we er enige uitleg bij geven. Dat weet al dat... dat er iets niet klopt of dat ze iets willen verzwijgen. Ja, en daarover gesproken, over het begin. Weet nog, het allerbegin. Rockstar logo. What the fuck? Ik dacht, no fucking way. Gaan ze gewoon die bom droppen of wat? En dan, oké. GTA 5 wordt andermaal gerecycleerd. Ja, sorry, maar dat gaat erover voor mij. Dat...
Daar ben ik echt niet blij om. En ik vind, ze krijgen echt superveel negatieve responsen op social media. Ja. En sorry, ik ga volledig akkoord met de haters. Maar ik vind het echt niet oké, dit. Zowel kom, gasten, doe normaal. Het was wel een domper dat GTA 5 was, dat moet ik wel toegeven. Allee, dat... jongen. Maar, spel maar drie kant, generaties lang. Allee. Langs de andere kant wil ik wel... Vind ik het wel cool dat er gaat een versie komen. Als je zo die fotorealistische mod ziet voor GTA 5. Ja. Dat vind ik wel cool. En als het er zo gaat uitzien, dan vind ik het cool. Maar... Ik heb die trouwens uitgetest onlangs. En? Dat is echt de moeite. Vrij mooi. Maar dat spel is geweldig, hè. Dat is een van mijn lievelingsgames, hè. Daar niet van. Maar het is gewoon echt zo'n fuck you naar de fans van... Kom op, gast. Hadden nu echt nog altijd dat blijven uitmelken. Dat is echt niet meer... Ja, maar ze hebben die GTA Online dat ze willen uitmelken, hè. Ja, maar En die GTA Online wordt ook standalone op de volgende generaties. Ja. Dus eigenlijk gaan ze allemaal de tour op van free-to-play. Gelijk een Fortnite, gelijk een Call of Duty Warzone en GTA Online. Ja. Dat wordt standalone, omdat dat gewoon de manier is voor geld te verdienen. En daarom dat is nu ook... Ja, ze willen niet alleen de GTA Online gaan uitbrengen op PS5 als standalone. Ze gaan dan ook die in-game uitbrengen. En op zich... Het kon ook erger. We moesten gewoon zeggen van, kijk, op PS5 gaan we de GTA Online uitbrengen en de rest niet. Ze doen nog de moeite voor ook de GTA 5 te gaan uitbrengen, maar ja, ik versta het wel volledig. Ik had ook liever een nieuwe game gezien. Ja, tuurlijk. Maar ja, het is... Allee, ik was dan nog blij dat ze het gewoon zo in het begin erop even getoond hebben dat het allemaal niet te veel poeha rondgemaakt werd. Gewoon zo kort, eerlijk en hup. Dan dacht ik van, ik was er ook wel rap over. Ik was boos, maar ik was er rap over. Dus het is niet zo erg. Allee, uiteindelijk, je kunt ook niet kwaad worden omdat er een spel uitkomt op een nieuwe console. Maar het is gewoon zo, Rockstar, een beetje trolling, dat gevoel had ik. Het is al 7 jaar oud, dit game. Ja, ik verstand dat wel. PS3, PS4 en nu PS5, dezelfde game op een duur. Begrijp ik wel dat mensen het ook gezien hebben. Ja, Ben, wij worden ook ouder, hè. Hoeveel GTA's hebben we nog kunnen spelen in ons leven als dat het doorgaat? Niet veel, niet meer. Nog 3 of zo. Ik weet nooit wat er gebeurt. Nog 2, 3 max. Ja. En dan, dat is dan, toch zot? En dan is het gepasseerd. Ik kan ook liever wel een nieuwe. Ja, wow. Ik kan liever ook een nieuwe gezien, maar ja... dat is die cyclus van de GTA's, dat is bijna 10 jaar, hè. Wow. In een game onder 10 jaar. Die 5 gaat nu al binnen 3 console-generaties mee. Hoe zot is dat? Allee, een beetje kort door de bocht. Maar dat vond ik ook wel een beetje vreemd om daarmee te beginnen. Ja, dat vond ik... Vooral met een PlayStation 4-logo stond er nog op het scherm. Ik zei van, oké, what the fuck, waar was je er nog? Allee, waarom begin je daarmee? Ik vind niet dat je dat moet uitpakken. Maar het is eigenlijk wel goed dat ze dat gewoon... Like dat ik daarnet zei, dat ze er zich gewoon warap van afgemaakt hebben. En dat dat niet zo... mochten ze daar zo... zwaarder mee uitgepakt hebben, dan had het echt nog een grotere slap in de face geweest. Maar dat was niet het geval, dus zo wat. Nu, Ben, ik ga zeggen wat mijn absoluut hoogtepunt was. Okay. Numero uno, voor mij, was Resident Evil Village. Ah ja, juist. Wel, dat was ik nu niet zo van onder de indruk, ze. Nee. Als ik eerlijk mag zijn, hè. Oké, vertel waarom. Ja, alleen niet dat Resident Evil mij niet ligt, hè, maar... Ja, ik weet het niet. Die trailer was op zich... Maar weet je wat dat komt? Ik heb ook al die geruchten al gelezen. Dat is al een half jaar geleden dat er dat er geruchten is verschenen met al die details die we nu gezien hebben. Dat klopte dus inderdaad. Alleen begin van het jaar klopte dat al, dat die Resident Evil zich ging afspelen meer in een setting van Resident Evil 4. In een Europees besneeuwd dorpje, met weerwolven, paranormale dingen. Dat die een Ethan de slechterik zou zijn. Nee, Ethan niet. Chris de slechterik zou zijn. Dus eigenlijk, het verbaasde me niet, want het bevestigt gewoon hetgeen dat we al een half jaar geleden gelezen hebben. En oké, het zag er wel goed uit, maar ik was niet meer verwonderd. Ik was niet meer bijzonder verbaasd. Mooi, ja, maar wel een bijzonder mooie trailer, vond ik. Ik vind echt die RE-engine van Capcom, ik vind dat top-notch. Echt dat haar en zo, en die gezichtsuitdrukking. Dat is echt... Ik vind het wel cool, hè, dat zo... Een mix gaat zijn van Resident Evil 7, dus first 7 person. 7 en 4, ja. En ook die character models en allemaal. Je zag dat echt zo weer richting de 7 gaat, hè, met die engine. Maar dan toch zo in de setting van Resident Evil 4, dat vind ik wel cool. Ja. Dus dat kan echt wel een supergoed in game zijn. Maar dat is iets dat mij vrij blij maakt. Zo, in plaats van bijvoorbeeld een remake van Resident Evil 4, die er waarschijnlijk ook zal komen. Maar zo, dat vind ik dan een leukere oplossing. Zo van, we gaan de nieuwe richting waar we in gaan aanhouden, waar we ingeslagen zijn aanhouden, maar we gaan elementen nemen uit onze succesgame.
En daar iets nieuws mee doen. Dat vind ik veel interessanter dan weer zo gewoon remasteren of whatever. Dus ik weet niet, ja, de setting en al, het staat mij heel erg aan. Ik vond het sfeerke van de trailer echt super vet. En ja, ik kan niet wachten. Dat is echt voor mij een hoog aangeschreven titel. Was de release datum nog niet, hè? Dat nee. Dat wordt geen launch game. Dat wordt geen launch game. Well, ik zou denken volgend jaar ergens. Nee? Ja. Ze zijn er toch al lang aan bezig, denk ik. Ja, ik denk dat ze wel even bezig, maar ik ben nu gewoon aan het denken van welke launch games gaan er eigenlijk zijn. Want je moet zien, al de games waarbij dat er stond, Holiday 2020, dat gaan volgens mij launch games worden. Hè. Ja. Maar ja, Spider-Man inderdaad. NBA waarschijnlijk ook. Ratchet & Clank bijvoorbeeld niet. Horizon 2. Wat is het? Blam West. Ben de titel. Kan er Forbidden niet meer tot West. Forbidden West. Gaat ook geen launch game worden. Hè? Ja. Dus Spider-Man. Ja. Waarschijnlijk nog andere third-party games. Maar van exclusives. Hopelijk brengen ze een pakketje uit. Hè, met Spider-Man bij. Ja. Als dat het geval is, dan ga ik Spider-Man PS5 dan. Dat zou wel cool zijn, hè. Maar dat gaan ze nog niet doen, maar dat zou wel cool zijn. Ja. De vorige keer, mijn PS4, heb ik effectief wel een pakketje gekocht met 2 controllers, camera en Killzone erbij. Dus ik hoop dat... Een bundel bedoel ik. Met die console erbij? Ja, oké. Ik dacht nu, pakketje zonder console, maar wel met die... Nee. Ja, maar dat kan wel. Normaal gaan ze altijd wel een soort van pakket in de markt zetten met een game erbij. Maar heb je al die accessoires gezien, joh? Op tijd, dat vond ik wel cool, hè. Dat zo, was het ook al we gaan ook alle accessoires al even in beeld brengen. Dat was zo, oké, 2 controllers en een soort van... oplaad docking station voor de 2 controllers. Je hebt dan zo'n een schone witte headset. Gaat dan ook nog een camera zo. Dat precies zo. Ik kan het niet anders omschrijven, maar zo'n taco is. Ook een camera in een wit. Ja, in een wit omhulsel. Ja. Ja. En alles zo schoon op rijden. Oké, dat is wel cool. Maar ik denk dat dat een heel duur pakketje gaat zijn. Als ze dat allemaal samen zouden verkopen, zou dat wel cool zijn. Maar ik denk dat het heel duur gaat zijn. Ja, ik ben mij ook inderdaad al aan het voorbereiden van. Oké. Dat gaat een prijzige bedoeling worden. Maar, hoe koop ze dat in digital only edition zijn? Hè? Omdat er geen Blu-ray laser natuurlijk in zit. Ja. Maar ik gok toch dat die een all digital, dat toch 4,50 gaat zijn en met Blu-ray disc 5,50. Hoop ik, want dat zou een goede prijs zijn. Over de prijs gesproken, er is daar speculatie over geweest. Ja, helaas hebben we dat dus niet gezien. Nog een release datum. Nee. Wat dat wel jammer was, want dat had ik nu toch wel gehoopt. Want uiteindelijk... Maar ja, ik snap het wel. Ze moeten waarschijnlijk nog wat dingen overhouden voor zo Gamescom. Hè? Met de air quotes. Oh, Gamescom. Dat gaat ook niet door. Dus... Nee, maar ja, ik veronderstel dat ze dan misschien ook iets gaan doen. Ja. Een of andere stream of zo. Met dan inderdaad een release datum. Maar Sony weet nu wel, heeft nu wel ontdekt, hoe langer dat je wacht met informatie, hoe groter dat je de hype opbouwt. En je ziet dat gewoon, nu hebben ze de design al getoond, wat ik al goed vond, was moest niets tonen. En dan gaan ze weer wachten voor de prijs en nog, of voor de release datum. Dus. En ik versta wel dat ze misschien met die prijs nog aan het twijfelen zijn, maar ga me ook niet zeggen dat iets dat al zo lang in de maak is en dat zo belangrijk is dat ze nog geen... Die moet dat weten. Maar natuurlijk, die weten al perfect aan welke prijs dat ze dat in de markt gaan zetten. En er is zo een voormalig marketing mannetje bij Microsoft, die dat gezegd heeft... Marketing manager, dan doe ik bijzonder zo'n manneke van TikTok. Hallo! Ik ben een marketing manneke! Die zei dus dat die niet meer dan €500 kan kosten. Dat bedoel je, kan? Hij beweert, gewoon omdat het anders gewoon te duur is. En hij beweert dat de prijszetting gaat bepalen hoe succesvol dat iedere console is, wat ik eigenlijk wel een beetje een whole statement vind, van als die goedkoop is, dan gaat er meer verkopen, denk ik. Ja, ik vind dat ook. Ik had zo de reacties zo van Sony al zelf, van iedereen reageert van, maar hoeveel gaat het nu kosten? Zeg dan een keer. En dat Sony, jammer, de reden waarom dat we nog niet gezegd hebben, is, en dat is zo'n een uitleg, dat je goesting hebt zo voor zo, je woog zo met je vingers uit te halen. Allee, niet zo erg. Maar gewoon zo van, waarom maakt dat zoveel drama van? Echt zo'n uitleg van, maar wij willen
Wij willen er geen prijs op plakken, omdat we de intrinsieke waarde naar de consument toe belangrijker vinden dan een effectieve prijs. Het moet meer waarde zijn dan dat een prijs... Dan zeg je van, oké, wacht. Ja, en dan leest hij heel die uitleg van het interview met BBC of met VentureBeat. En dan zeg je van, eigenlijk zeggen ze gewoon niks. Eigenlijk zeggen ze van, we willen dat hij waardevol genoeg is en dat een prijs moet overeenkomen met de waarde. Ja, maar dat zijn de basisprincipes van economie. We willen dat een prijs eigenlijk, alleen dat er een goede prijs op plakt, dat die zeker waardevol is. Ja, maar daar krijg ik het van op mijn heupen. Van die PR-interviewtjes, waarin dat er echt gewoon heel veel woorden gebruikt worden, maar niks is echt. Maxim, daarom is dat interviews over games, of met mensen van een game-uitgever of hardware-fabrikant. Maar interviews in gamejournalistiek trekken gewoon meestal op niks. Ja. Allee, zijn meestal gewoon voorgekoude PR-verhaaltjes dat je te horen krijgt als journalist. Ja. Ik vond dat vroeger ook meestal wijzer om gewoon echt een gesprekje te voeren met die man en zo meer wat te weten komen over wat ze cool vinden, wat ze interessant vinden, in plaats van meer over die game te weten te komen, want ze gaat u toch niet zeggen. Nee, want als je dan echt over game details gaat vissen of over consoles, die weten wat ze mogen zeggen en niet zeggen. En een uitgever gaat ook journalisten niet bij iemand zetten die zijn mond voorbij praat. Dat is vroeger veel geweest, dat er zo een enthousiaste designer met dat hij al 3 jaar mee bezig geweest zit en opeens begint ding te zeggen dat niet mag. Nee, de mensen die ze bij een journalist zijn, die zijn getraind, die zijn gemediatraind en die weten wat ze mogen zeggen en niet zeggen. En daarom, interviews op games, in gamejournalistiek zijn meestal niet zo interessant. Kan een keer gebeuren dat het interessant is, maar op vlak van nieuwe details te gaan weten en scoops, vergeet het, jongen. Als ik dan mails geef of telefoontjes van wilde die gast interviewen, ja, eerlijk gezegd, ik wil wel een keer met die mens babbelen, maar qua output gaat dat gewoon een zeer voorspelbaar interview zijn, waarbij dat er heel veel PR-praat is. En ja, en daar stikte je veel tijd voor dat te gaan vertalen en voor een interview van te gaan maken. En uiteindelijk weet er niks. Weet er niks bij. Dus wat is nog de meerwaarde van een interview met een game designer? Tenzij dat je die face-to-face hebt en dat je die volledig andere dingen kunt vragen. Ja. Wat dan nog, dat interesseert mensen meestal niet. Dus ja, het is al. Interviews zijn meestal niet interessant. Hoe heet die ook alweer? Hoe noemt die een dude? Ja, Vince Zampella. Dat is een super interessante dude van Call of Duty. Maar die mag ook niks zeggen, hè? Ja, maar die heb ik een keer geïnterviewd en ik had een keer iets gevraagd over de vete met Treyarch of zo. Ja, Infinity Ward. Nee, want Vince Zampella is die van Infinity Ward, die eigenlijk Call of Duty heeft groot gemaakt, hè? Ja, maar dan is het hem niet bezig. Maar de Vince Zampella is dan ook buitengejost door Activision. Activision heeft hem buitengegooid, er is een rechtszaak van gekomen, die heeft vrij veel geld gekregen van Activision als settlement. En die is dan naar EA gegaan voor Titanfall te maken. Hè? En Apex Legends. Nee, het is Mark Lamia. Mark Lamia is van Treyarch. Dat is een andere studio. Well, die had ik dan een keer zo gevraagd bij Black Ops 2, denk ik. Als we naar de rivaliteit met Infinity Ward en nee, zijn hoesting was over. Het was echt grimmige speertjes. Dus hij was het niet over te spreken. En wou die dingen zeggen, ja? Nee. Hij heeft dat zoveel afgeblokt en sindsdien hij vond mij niet meer tof. En het was nee. Dat zijn dan ook concurrenten intern uiteindelijk, hè? Want Infinity Ward maakte een Call of Duty en dan Treyarch en die wisselden af. Maar onderling zijn die... Zo, hij wou er echt niet over. Maar ik snap dat ook wel. Dat wordt waarschijnlijk inderdaad... Ik zat er dan ook als jong manneke... Maar ja, dan nog maar. Ik denk dat je achter de schermen dat er zoveel gebeurt dat wij niet weten en dat afgeschermd wordt voor de media. Ik denk dat er zoveel zotte dingen gebeuren. Alleen gelijk heel gans dat Call of Duty verhaal ook met die rechtszaken, met die twee studio's. En er zijn zoveel dingen die gebeuren. Hè. En als er dan iets een keer aan de oppervlakte komt van een Rockstar buit zijn werknemers uit en hetzelfde met Naughty Dog. Heel dat spel van The Last of Us 2. Alsjeblieft, zeg. Die spoilers die dan naar buiten komen en dan komen er zo dingen naar buiten van ze hebben hun storytellers ontslaan en ze moeten, die werknemers moeten dat veel te hard werken in crunching time. Maar dat is bij elke developer zo. Dat is bij elke developer zo. En dat is geen uitbuiten, dat is gewoon een creatief proces. En je kunt dat bijna niet gaan oplossen door te zeggen van wij gaan ervoor zorgen dat onze werknemers niet hard moeten werken na de release toe. Dat gaat gewoon niet. Want dan wordt Naughty Dog dat zo hard aangepakt. Ook met die leaks van The Last of Us 2, wat trouwens totaal niet terecht is. En ik haat dat zo'n ding.
Want The Last of Us 2 is supergoed. Het is maar dat je het weet. Even tussendoor. Ik ben wel... Ik heb uw review gelezen. En that's it. Ik ben echt alles aan het mijden als het een dampende rol. Want ik moet echt niets zien. Geen beeld, niets. Nee, maar... Ik zou ook geen streams gaan zien. Ik zou gewoon die game, als die uit is en je krijgt die, spelen. En de review heb ik ook zodanig... spoiler-free aangepakt. Maar okay, geen details van het verhaal gezegd. Hè? Ja. Heel weinig. Hè? Want ik kan eerst nog een andere Nalinia erin gezet, waarbij dat ik er meer over vertelde, wat dat eigenlijk geniaal is aan die game. Maar ik heb het eruit gehaald. Maar we hebben ook wel... Allez, je mocht dat weten, en iedereen die luistert of kijkt ook. We hebben wel een ganse lijst aan do's en not do's, of hoe zeg je dat? Do's en don'ts. Ja, do's en don'ts. Ik vind mijn do's en not do's beter. Do's en not do's gekregen? Nee. De do's en don'ts gekregen, wat dat je wel en niet in je review mocht zeggen. Hè. En ik heb dat volledig gevolgd ook, en ik begrijp dat volledig, dat je dingen niet mocht zeggen. Natuurlijk, ja, dat spel staat en valt bij zijn verhaal. Maar... De duws en dat duws. Ik heb er al over zitten zagen, maar het spel dat gaat waarschijnlijk niet hebben op release date. En dat maakt me wel een beetje treurig. Want... Oren dicht, oogjes dicht. Gewoon even 2 dagen je opsluiten in je kamer, dat je niks leest. Of gewoon niks volgen. Natuurlijk maar, niet. Allez, Metacritic 96%, hè, die game. Ja, gemiddeld dus... 96%. Er zijn meer tienen ooit aan die game dan een game ooit, een andere game ooit gehad heeft. Ja. En dan het wel zo, lekker Vice, dat heb ik dan gezien. Ja, Vice, ja. Die hebben zo'n... Maar ja, Vice wil weer speciaal doen. Ja, maar dus er zijn nog andere, En Light Bible bijvoorbeeld is nu niet echt, laat me zeggen, heel kritisch op vlak van games meestal. Dat is ja, Light Bible is zo, is het gigantisch gevolg, maar is ook zo vrij mainstream. Ja. Maar dan als je een review leest van The Last of Us 2, dat is totaal ook niet... Het klopt niet, hè. Ze hemelen dat spel op en dan is zo... Ja, maar we vinden toch dat de pacing niet goed zit in dat spel. En daarom geven we het maar een 8 op 10. En dat is zo... Er is ook geen andere reden dat ze geven. Niet zo van het verhaal is slecht. De pacing, het tempo zit niet goed in het spel. 8 op 10. Nou, voilà. En dat is ook zo... Je moet ook altijd zien van een review is ook vaak subjectief, hè. Een reviewer heeft ook een keer soms een slechte moment. Of heeft... Of de game staat hem niet aan. Of... verwacht er ook niet veel van, of verwacht er te veel van. En of een reviewer die er eigenlijk geen voeling mee heeft met die reeks. Ja, er zijn zoveel redenen waarom dan een game dan zo uitzonderlijk een lagere score krijgt dan de rest. En dat kan ze, maar dan moet je wel, ja, je kent het verhaal er ook niet achter. Hè. Die een pacing dat niet goed zit, ja, pacing dat niet goed zit. Ik vond dat juist wel goed. Allee, ja, het is allemaal subjectief natuurlijk. Als je het afbreekt omwille van de pacing, dan is helemaal een idioot, als ik eerlijk mag zijn. Allee, ja, breek het af voor het verhaal. Beetje streng. Ja, ja. Een beetje streng zeker. Ja. Maar ja, streng. Ja, je ziet dan alles van die game. Dat is 26 uur die game. Ik heb er 26 uur uitgespeeld. En ik heb dan met mijn mond open gezet. Ik zei, fuck, en dat is nog niet gedaan. En niet van, fuck, het is nog niet gedaan. Want als je reviewt wilde dat het eigenlijk gedaan is, dat het afgerond is, dat je kunt beginnen schrijven. Maar daar is van, fuck, ik kan tijd genoeg en het interesseert in mezelf. En ik zeg, hoe langer dat doorgaat, hoe beter. Omdat het zo goed en zo goed in elkaar zit. Voilà. Nou, my 5 cents. Nee, 2 cents. Ja. Het gaat niet goed vandaag. Mijn spreekwoorden en gezeggen, het gaat niet goed. De do's en do nots. Oké, de laatste was vrijdag. Dat is dus overmorgen, bij het moment van opname. Nog 2 fucking dagen, maar ja, voor mij gaat het langer zijn. Amazon is echt niet goed bezig. Swat. Het ligt natuurlijk allemaal aan dat rot virus. Ja, je kunt natuurlijk de game ook digitaal nog gaan kopen, maar dan heb je 2 games gekocht. Ja, dat ga ik echt niet doen. Dat is echt mijn geld smijten. Dat gaat erover. Zoek ook niet doen. Ik heb wel die collectors die ze bestellen. Maar wat ik wel ga doen, ik weet wat ik ga doen. Bra. Als het er niet, als het niet gaat toekomen, als het niet gaat toekomen, ga ik dingen spelen. Want dat is wel grappig. Dus ik had de magistrale trailer gezien van Horizon 2 Forbidden West. Ja. Een prachtige trailer, hè. Heel kleurrijk, amai, mooi. Super, ja, maar die game... Die game was al... Die eerste game vond ik al zo schoon. Super allee, mooi. Super. Let op. Ik ga wel eerlijk toegeven... Het is zo post-apocalyptisch. En het is niet zo grijs en grauw gelijk andere post-apocalyptische games. Gelijk in The Last of Us 2 bijvoorbeeld. Maar toch staat er me iets niet aan in die design van die tribals. Zo. Het is zo te van de pot gerukt.
soms rare design. Niet van de beesten, nee, van die mechanische beesten, die robotbeesten vind ik de max. Maar zo die mensen die tribes, zo. Die tribes, Mad Max-achtig. Ja, Mad Max, maar zo ietsje van de pot gerukt. Zo ietsje te kunstzinnig, vind ik. Ja, maar ik vind het wel vet, de combo hyperfuturistisch en zo, ja. Zo super technologisch, maar dan ook zo terug naar de roots en zo van die, inderdaad, van die tribes. Dus die combo vind ik eigenlijk wel een vrij vette mix. En het werkt echt. En het is echt een goed verhaal. Horizon Zero Dawn 1. En daarom dacht ik, ik heb die DLC nog niet gespeeld. De Forbidden... Nee, niet Forbidden. De Frozen... Daar ligt hij toevallig bij. Ik had ooit Horizon gespeeld op mijn vorige PlayStation 4, denk ik. Niet een Pro. En ik had dat gespeeld, maar nog niet volledig uitgespeeld. En dacht van, ik ga even verder spelen. Ik vond die een game dus nergens meer. Hè. Dus ik heb die gewoon opnieuw gekocht. En Complete Edition, voor 15 euro. Zo belachelijk. Wow. Ik kost echt geen geld meer. En ik wil die ook nog spelen voordat die in 2 uitkomt. Het is dan wat ik wou zeggen. Ik heb... Ik wou dus gewoon die DLC kopen. Ik ga naar de PlayStation Store, de DLC. Ik zie, 15 euro, oké. En dan zie ik nog een beetje verder. En dan Complete Edition, dan 12 euro. Ja, ik is juist hetzelfde. Dan is het een no-brainer. Gewoon dat spel nog eens gekocht. Ja. Ik heb juist hetzelfde gehad met The Witcher. Ik heb Witcher op schijfje. En ik zeg van, eigenlijk, alleen voordat Cyberpunk uitkomt, ik wil nog even zien The Witcher spelen. Niet helemaal, want dat is belachelijk lang. Maar voor te zien hoe dat die de story quests en allemaal en zo de structuur van hun game aanpakken en verhaalvertelling, voordat ik kunnen vergelijken met Cyberpunk dan in september. En ik steek dat zo in, ik dacht van, die een DLC heb ik nooit gespeeld, want die in Blood and Wine schijnt supergoed te zijn en ook super groot. Mm-hmm. En dan dacht ik zo, Blood and Wine voor 10 euro expansie of 15 euro en de volledige Witcher game. Tijdelijk voor echt 12 of 15 euro of zo. Oh, ja. Ik zei, weet je wat, ik ga hem toch digitaal gewoon opnieuw gaan aankopen, in plek van die in Blood and Wine te gaan kopen. En krakt hetzelfde verhaal, he. Dat is echt zo van... De complete editions zijn goed goedkoper geworden dan de expansies. Wat dat eigenlijk wel een beetje rip-off is. Want uiteindelijk, als je een game al gekocht hebt en je wilt echt die expansie... Ja, die staat duurder dan de complete edition. En ze weten van, mensen gaan misschien niet meer de game dan de complete edition volledig opnieuw gaan kopen, want dan is hun vooruitgang weg, hè. Dus verstaat het? Ze gaan niet een volledige game opnieuw gaan kopen, omdat hun vooruitgang dan weg is. Dus het is zoiets van, Maar het is al zo, je save file staat toch gewoon in de cloud? Ja, maar het is een andere game, hè. Je gaat van The Witcher gewone edition naar The Witcher Complete Edition, verstaat het? Ik heb dat gehad met Mortal Kombat ook. Ik had Mortal Kombat gekocht op schijfje, en ik wou die in Excel dan kopen... ik had die dan om een of andere reden digitaal gekocht, maar dat zijn twee verschillende games met andere save-files. Die save-file van een ene game werd niet herkend door een andere. En ook fysieke versie en digitale versie, dus er zit wel niet elk... Allee, ik weet niet of dat bij elke game het geval is, maar bij sommige games is het echt wel verschillende save-files die niet herkend worden, dat je gejost zit, als je overstapt van de ene versie naar de andere. Dat is net als je toen. Miserie, zeg ik u! Ja. Maar bon. Dat ga ik dus spelen dan dit weekend. Mocht de Last of Us hier niet op tijd zijn. Wow. Je hebt hem gekocht bij Amazon. Je kunt toch op je account gaan zien van oké, wanneer is die verstuurd of is die al verstuurd? Hij is nog niet verstuurd. En er staat op, hij komt toe tussen 20 en 22 juni. Maar het is onzin, want al die andere data van mijn andere dingen dat ik er ook besteld heb de laatste tijd, klopt niet. Dus er is iets gaande bij Amazon. Ja, maar er is iets gaande in de wereld, namelijk COVID-19. Ja, maar dat is met UK waarschijnlijk dat die, ik weet niet, misschien wel trager zijn. Ik heb de Last of Us 2 besteld, die Collector Edition, via de Fnac. Ongelooflijk, maar waarom? Omdat die enkel daar nog te verkrijgen was opeens. Ja. En ik zie... bezig met voorbereiden. Dat komt ook niet goed, hè. Te verschijnen op 19.6. Dus eigenlijk... zodat die bij wijze van spreken al vandaag of morgen zeker verstuurd moet worden. En is nog altijd bezig met voorbereiden. Is dat al... Ik heb zo het gevoel dat er ook iets dat niet gaat kloppen. Maar voor u is dat geen probleem natuurlijk. Nee, want ik heb hem al uitgespeeld. Ik wil hem wel nog opnieuw spelen. Hè. Allee ja, in een ideale wereld speel ik al de topgames opnieuw. Maar ik weet dat ik er ook geen tijd ga voor hem. Maar hij is wel goed. Ben, stel dat je Collector's Edition toekomt bij u vrijdag. Ja. En de mijne niet. Mag ik dan gewoon naar u rijden en hem even lenen? Ja, jong. Gewoon het spel, hè? Nou,
Ja, ja. Eigenlijk, wat heb je toch al gespeeld? Ja, ik heb het al gespeeld. En dan kon ik er al van het weekend aan beginnen. Ja, oh, zeker. Komt er maar achter en dan kun je al spelen. Dat is misschien nog een idee. Want ik heb die collectors die ze vooral gekocht om... Ja, voor het statue, hè, ja. Statue en al de shit die erbij zit en de steelcase en... Maar ja, kijk. We zullen zien. Ja, nee, als ik hem heb, vrijdag mocht hem hebben. Maar ik weet het niet. Ik kan zelfs zijn dat ik... Allee, misschien krijg ik nog een mailtje van... Ja, er waren toch niet genoeg aantallen. Your order has been cancelled. Dat zou wel extreem zuur zijn. Zuurheid. Ah, kijk. Maar we gaan het zien, we gaan het zien. Oké, back naar de PS5-voorstelling. We hebben ook een paar games gezien. Die we al gezien, aangekondigd gezien hadden. Maar nu met iets meer gameplay. Waarvan dat ik eentje heel cool eruit zien vond. Okay. Namelijk Deathloop. Deathloop Arkane Studios. De makers van Dishonored. Dishonored 1 en 2. Ja. En, wacht, nog coole dingen. Ik ben het nu vergeten. Ik vond het ook wel goed. Ik vond het goed, vond het een zot concept nog. Ik zei, maar ik heb ook, als je de trailer achteraf bekijkt, is het ook zo, ziet er beter uit dan tijdens die stream natuurlijk. Tijdens die stream had ik zoiets van, maar dat ziet er echt niet goed uit. Maar dat is ook, die stijlen allemaal kwam niet tot zijn recht eind tijdens die showcase. Ja. En het deed me echt wel denken aan Dishonored. Hè. Niet denken alleen qua grafische stijl, dat is één ding. Maar ook, je hebt zo krachten, gelijk in Dishonored, je hebt zo krachten om je vijanden zo met zo'n soort van handbeweging zo weg te gaan gooien en te verpletteren. Stijlvolle combat. Maar heb je er iets over gelezen, het concept, of heb je het meegekregen? Ja, zeg het maar nog maar eens. Ik heb het wel gelezen, maar doe maar. Ja, eigenlijk spelen een soort van huurmoordenaar die binnen een bepaalde tijd moet x aantal targets gaan omleggen. Dus moet het een soort van... En er moet een soort van run doen. Je moet een soort van ideale run doen, waarbij dat je, als het je niet lukt, of je zegt van fuck, ik ga te traag, dan kun je opnieuw beginnen. Of dan moet je opnieuw beginnen, bijvoorbeeld als je sterft. Ja. Waarbij dat je eigenlijk je run door de level om je 8 doelwitten te gaan omleggen, dat je dat moet constant perfectioneren. En dat klinkt wel cool, want dat deed me zelfs denken aan... Vroeger is er ook... Maar dat is heel lang geleden, hè. Ik denk op PlayStation 3 een game geweest, The Club. Weet je dat nog? Dat was van Sega. De developer ben ik ondertussen wel vergeten. En dat was ook zo van... je moet zo... Dat was dan wel heel basic, heel arcadey. Een shooter waarbij dat je door een level moet gaan. En zoveel... Alleen een run waarbij dat je zoveel mogelijk vijanden moet gaan verslaan. Alleen moet omleggen ook. En dat doet me eraan denken, maar dat wel, één, super cool, super groot en met zo die special powers. Dus je gaat ook veel meer mogelijkheden en veel meer verschillende routes en tactieken hebben. Ja, en vergelijken met die game van PlayStation 3 natuurlijk. Het is gelijk, het is heel erg Dishonored. Ik ben nu nog eens naar de trailer aan het kijken, as we speak. Je hebt ook zo weer zo die blinkkracht, dat je zo kunt teleporteren en zo. En heel verticaal ook allemaal. En man, een super vette wereld, hè. En design, I love it. Ik vind dat Arkane Studios daar heel goed in is. Want, heel, heel mooi, hè. Ik vind dat ook wel. Ik vind dat een heel coole stijl. Zo, jaren 70 vibe, hè. Zo Tarantino, Exploitation, Jackie Brown gevoel. Zo. Ze zijn er echt zo'n Tarantino-stijl van gemaakt. Ja. Alleen in de trailer, hè. Ik weet niet of dat effectief in game ook zo gaat zijn. Ja, mogelijk die cutscenes en allemaal in de trailer. Met dat dansen en al, het zal wel echt, die maskers... Vreewijze stijl. Nee, ik ben echt intrigued door dat spel, zeker en vast. Maar er is ook nog zo een catch, want er is ook een tweede huurmoordenaar, een huurmoordenares met een sniper, die je gaat proberen, uw run moeilijk gaat maken, die je constant gaat proberen af te knallen. Maar blijkbaar kun je ook spelen als die tweede. Dus ik weet nog niet, want ik weet nog niet of dat co-op geworden, of 1-1, of dat eigenlijk gewoon... gewoon een extra bos is dan eigenlijk in een game. Dat weet ik niet, maar ik vind het wel een cool concept. Hè. Ja, wat ik vind... ben benieuwd. Echt mooi. En, Trigger. Prey hebben die trouwens ook gemaakt. Juist. Was dat nu een remake? Of een... Die in Prey, er is nog een... De laatste Prey hebben ze dat gecanceld. Of was dat een sequel? Dat was een sequel, hè? Nee, er was toch ook al een Prey van in die... De eerste Prey was... Oh my man, dat zit diep, zie. Maar dat was een andere developer nog. Een shooter waarbij je een soort van Native American speelt, die wordt opgebeamd en die dan aliens gaat gaan killen. Maar dat was ook zo met telekinetische krachten en allemaal. En teleporteren. En dan is dat heel lang een sequel voor in de maak geweest, maar die...
Ik denk zelfs dat die afgevoerd is. Dat was dan een volledig ander concept en die is dan afgevoerd. Ik weet het zelf niet meer. Maar die Red Supreme was ook wel... Ja. Ja, die was nog wel vet ook. Dus allee, Arcane Studios, wel down with the sickness. Ja, ik ben, het heeft me ook wel wat getriggerd in die game. En nog een andere, die we ook al gezien hadden. Wat hè? Die we al aangekondigd gezien hebben vorig jaar. Ghostwire Tokyo. Van ja, dat ik... Ja, van... Shinji Mikami. Ja, daar had ik zo... ja, ik weet het niet. Ik ga het ook nog een keer opzetten. Ik vind hem cool omdat Tokyo is, maar... Ik weet niet goed wat ik van die game moet verwachten. Ze hebben zo gameplay getoond. Dat is ook zo first person met paranormale krachten. Heel veel gameplay, hè. Ik weet het niet goed. Was het niet zo van ondersteboven? Ik vind... het is nog altijd niet echt duidelijk wat het concept eigenlijk is. Ik denk dat ook niet duidelijk geworden voordat je een game effectief gaat spelen. Ja. Zo'n horror game in Tokyo, waarbij dat er een of andere paranormale... Het ziet er niet zo scary uit. Het is echt meer... Nee. Veel actie, heel actiegericht. Het is gelijk zo'n Bioshock op zijn Shinji Mikami's. Ja, ik zie, waarbij dat je een soort van futuristische ninja samurai speelt met paranormale kracht. Met zo... En tegen zo... Ja, de vijanden zijn dan wel zo vanuit de stal van Shinji Mikami, namelijk echt voze, typisch Japanse... Ja, Tim is om meer denken dan... aan... hoe heet die in de game nu weer? De Heavy Rain, de voorloper ervan, zo. Fahrenheit. Ja, de Fahrenheit. Tim, daaraan denk ik dat gewoon in Tokyo en zo wat futuristisch. Tim, echt zo... Ja, maar dat is gewoon die paranormale insteek, hè. Het verhaal is ook zo wat bizar, typisch Japans weer, hè. Ja. Van Tokyo, er is een paranormale kracht verschenen. Als je de trailer nog een keer bekijkt, er zitten heel coole, korte segmentjes in, hoor. Dat ik denk van... Dat je zo even in een schaduwwereld zit, maar echt zo van die rare beelden. Ik zei het, ik vind Shinji Mikami zijn games qua design altijd wel heel vet. Ja, ik weet het niet. Ik ben toch benieuwd. Ja, ik ga toch in de gaten houden, dat spelletje. Ja, kijk. Dat was binnen die, en ik zeg van, oké, dat kan wel cool worden, maar het is nog te vroeg. Want zo'n game moet ook gespeeld hebben. Nee? Want op voorhand denk je van, het is goed of het wordt niet goed. Maar een keer dat gaan spelen, dan is het zoiets van, oké, ja, het zit logisch in elkaar. Ja. Het houdt steek wat hij gemaakt heeft. En wat vond je hiervan, Ben? Hitman 3. Hitman 3, die komt al in januari. Dat vond ik wel, vind dat wel coole games. Dat is maar... eigenlijk een pseudo-launch game, hè. Allee. Ja, het komt ook tegelijk op current gen, hè. Dus de PS4, Xbox One versie, PC, PS5, Xbox Series X... Dus ik zoiets van, vind Hitman altijd wel coole games, de verschillende mogelijkheden dat je hebt, maar het is niet dat ik zeg van, dat zag er nu zo een next-gen uit, of dat is nu zoiets specifiek ontwikkeld voor next-gen. Dus dat gaat wel cool worden, maar het is niet... Oké, dat is waar. Het zag er niet ongelooflijk zot uit, maar ik was wel blij met zo... Het zag er zo heel persoonlijk uit. Een heel persoonlijke insteek. Zo, like, dat doet mij denken aan zo de sprong dat Splinter Cell in der tijd gemaakt heeft van... Van alle Splinter Cell games die we kennen van vroeger, hè, de eerste, Chaos Theory, whatnot, naar dan Conviction op Xbox. Ja. Heb je die gespeeld? Dat vond ik... ben aan het denken, want ik sla er heel veel door elkaar. Hè. Dat is zo de voorlaatste Splinter Cell. Ik heb die gezien, maar ik heb die niet gespeeld. Maar ik vond die wel, dat was de eerste game die zo 3D-letters in de omgeving projecteerde en je menu in de game zelf projecteerde. En dat vond ik wel cool, maar ik heb die niet gespeeld. Nee. Ja, maar dat was vrij cool, omdat ze zo van Sam Fisher, zo een zieloos personage, die gewoon zo zijn opdracht uitvoerde, basically, hebben ze dan echt zo een mens van vlees en bloed gemaakt. Ik heb het gevoel dat ze dat nu met Hitman ook doen. Dat ze zo die een sprong maken, dat ze echt voor de story-based single-player... campaign gaan. Ja, met zo veel meer inhoud. Allee, dat leid ik af uit de trailer. Ik weet niet wat dat zo gaat zijn. Ja, ik hoop het. Van mij mag het ook wel meer story-driven zijn, want met die vorige Hitman, die een episodische aanpak, vond ik maar niks, want dat is echt zo... nieuwe levels. En er zit echt zo geen... Allemaal zo losse levels en losse settings. En er zit geen lijn in, geen rode draad doorheen. Exact. En dat was dan inderdaad net het omgekeerde. Dus heel, heel onpersoonlijk, heel arcade eigenlijk. Gewoon zo van, hier is je sandbox. Hè?
hier is je target. Ja. Kill hem en je krijgt honderden manieren om het te doen en amuseer je vrijwijs. Maar ik mis dan zo, ja, een beetje. Ik heb toch graag zo'n narratief dat mij zo drijft. Ik ook. En dat zag eruit. Hitman 3 zag er naar uit dat ze daar zwaar op inspelen. Dus dat vond ik interessant. Dus ja, ik hoop het. Ik hoop het ook. Maar ik zeg het, wat ik dan zo vooral naar die showcase. Ik ben dat vooral aan het bekijken, dat ze door ogen van... Alleen met het idee van mijn achterhoofd van... Ja, wat is er nu... Wat gaat er nieuw zijn? Wat is er baanbrekend? Wat gaat zo de nieuwe stap zijn? Wat gaan er zo nieuwe dingen zijn? Ja. Van Next Gen of van PS5 en Xbox Series X dat we nu nog niet zien. Ja, oké. En dan heb ik zoiets van die Hitman. Ja, of dat gaat cool zijn, maar... Ja, in dat opzicht is dat inderdaad niet... Let op, bij veel titels had ik dat niet. Hè. Bij Ratchet & Clank... Gran Turismo een beetje grafisch en die Horizon Zero Dawn, ik zoiets van, oké, dat wordt wel cool. Het zag er wel supergoed uit, maar ik zei, de vorige game zag er ook al supergoed uit. Hè. Dat is zo. Dat je echt zo wachten worden, of oké, wat voor nieuwe features gaan er nog komen, en die laadtijden ook, dat we nu nog niet gezien hebben. Ik wacht echt zo, met heel veel ongeduld, op zo'n echte gameplay-sessie. Waarbij dat ze echt zo gewoon gameplay tonen, geen trailer, geen cutscenes, maar echt zo gewoon gameplay van oké, zo ziet het eruit en zo gaat het spelen op PlayStation 5 zijn. Daar zit ik echt op te wachten. Zo, oké, laat tijden, die menu, zo gaat die interface eruit zien, gaan er misschien nieuwe dingen zijn dat we kunnen doen, ja. Spannend, hè? Het is waar, maar er zaten wel echt... Uiteindelijk, als ik ben nu de lijst nog eens aan het overlopen, er zaten toch echt... Like die Project Athia, die nieuwe Square Enix game. Ja. Zo wat... Zag er wel goed uit. Mijn gevoel was de Tomb Raider plus Lord of the Rings. Ja. Dat gevoel had ik. Ja. En dat zeg ik dat echt ook gameplay is. En dat zeg ik van oké, dat is supermooi, wel... Supermooi, hè. Die grafisch en die special effects, als dat allemaal zo real-time on the fly kan gebeuren. Zo, dat is zo een monster. En dan dat personage met een vingerknip of iets, liet dat zo wortels, liet dat verdwijnen of liet dat gevangen nemen door wortels. En dat ik zeg van, maar dat is wel... Ja. Hetgeen dat je normaal in een cutscene krijgt, is dat niet zo, dat is niet zo een gameplay geworden. Ja. Dat vond ik wel cool, maar ja, wat is die een game? Het feit dat dat nog één keer een titel heeft. Ja. Twee, dat er ook geen verdere uitleg wordt gegeven. Ja, voor mij is dat niet meer dan een tech-demo. Hè. Is dat niet meer dan een Unreal Engine 5 tech-demo. Heel leuk om te zien en leuk dat dat kan. Maar ja... Wanneer gaat dat uitkomen? Alleen, ja. Wanneer gaat die in een project Atia gaat dat uitkomen? Ik weet het niet. Waar. En dan heb je ook nog Stray met dat katje. Kan ook wel leuk zijn. Cool. Maar die game was al... Die was al aangekondigd, ja. Die was al langer aangekondigd en ook al voor PC. Maar het zag er wel goed uit. Ja, hetzelfde met die Little Devil Inside. Of The. Dude, ja, dat was ik wel redelijk... Zo qua indie. Allee, dat leek me meer zo'n indie game. Ja. Dat heeft mij wel nog redelijk omver geblazen. Het zag er zo goed uit, man. Ik had zo aan een Muppets-vibe. Het zag er cool uit, vooral omdat zo precies fotorealistische omgevingen zijn. Mm-hmm. Zo die woestijn en die jungle, maar dan wel met zo die Muppet-characters. Ja, en zo samurai, vette samurai-gameplay met zo'n cool camera-standpunt. Zo een beetje Ghost of Tsushima gameplay-achtig. Ik heb er wel over gelezen en blijkbaar is dat toch die game, is dat een Kickstarter-project. Ah. Dat is 5 jaar geleden, in 2015 is dat gestart als Kickstarter-project. In ontwikkeling voor PlayStation 4, de Wii U nog. Ah. De Xbox One. En ook PC. En eigenlijk op Kickstarter, altijd de max voor de comments te lezen, hè, of de feedback te lezen. Die worden daar afgemaakt tot en met allangs. Hè, want blijkbaar hebben die... Ja, die zijn dat Kickstarter-project begonnen in 2015. Een ontwikkelaar zit in Zuid-Korea. En die hebben altijd maar een release date, zoals dat we het natuurlijk kennen van Kickstarter-projecten, altijd maar uitgesteld. En uitgesteld, en het komt niet. De Wii U-versie is ondertussen geschrapt, maar ja, er komen geen games meer uit voor die console, ondertussen is de Switch er. En die hebben heel veel haat gekregen, omdat die de release-datum altijd maar uitgesteld hebben, en die doen geen refunds, blijkbaar. En nu hebben die juist aangekondigd van, sorry... Onze game wordt PlayStation 5 exclusive of timed exclusive. Dus onze game gaat eigenlijk eerst uitkomen, waarschijnlijk met de launch van een PlayStation 5. En alle andere versies moeten wachten. Dus de PlayStation 4 komt ook uit, maar de Xbox One, de PC, de Nintendo versie is wordt stilgezwegen, daar wordt niks meer mee gedaan. Maar ja, dat is dus die game is na 5 jaar wachten, krijgen al die backers nu te lezen van, ah ja...
We hebben een PlayStation 5 of een PlayStation 4 nodig om die game te gaan spelen. Dus ja, dat is zo waanzinnig traject dat die een game heeft afgelegd. En al die backers zijn echt zo pist, wat ik wel versta. Ja. Maar een game ziet er wel cool uit. Hè. Het spel ligt trouwens ook onder vuur voor zo dat character design van die vijanden. Zo. Maar, ja, maar ja. Maar dan moet je toch echt willen zien dan. Ze zien er zo uit, like, zo, allee, als je met een beetje... Ja, blackface. Inboorlingen met zo dreadlocks. Maar allee, ik zag dat er gewoon echt met alle... Ik ben volledig pro Black Lives Matter en al, maar de slinger is wel zwaar aan het doorslaan. Zo. Met al het censuur langs alle kanten. Ja, je kunt wel in veel dingen gaan zien, maar daar heb ik zoiets van... Nee, dat hoeft niet. Maar je moet dan ook weten van, ja, dat is een Zuid-Koreaanse developer. En Aziatische developers hebben een andere kijk op die dingen ook. Die zijn, Japanners ook, ja, eerder... Ja, ik ga niet zeggen racistisch ingesteld, maar... Die gaan eerder voor de stereotypes... Terwijl wij ook Aziatische stereotypes hebben, hebben zij ook blanke en zwarte stereotypes die ze misschien meer gaan gebruiken, want daar struikelt er niemand over. Dat de zwarte en de blanke zo worden afgebeeld. Dus vandaar moet ook vanuit die Aziatische insteek hebben, die hebben zoiets van, oei, er heeft iemand iets over gezegd, we gaan maar snel onze excuses aanbieden. En dat is eigenlijk, terwijl dat er niemand, ik vind, ja, niemand mij iets... Met een beetje verstand zou het erover vallen, maar ja, op Twitter is nogal heel, zijn de tenen heel lang. Hè. En als er nu maar iets denkt van, ah ja, we gaan, dat kan misschien een hetze worden, dan gaan ze dat gewoon op Twitter gooien voor Twitter famous te worden. Hè. Gewoon, ja. We gaan dat maar doen, we gaan maar reclameren en zeggen dat erg is en dat racistisch is, ja. Puur voor gewoon wat in de belangstelling kan staan op Twitter. En dat is heel vermoeiend. Want hoe vermoeiende ver gaat het... tijden, man. Echt waar. En op de duur op de duur maakte van alles gewoon ja, een soort van... Karikatuur. Een karikatuur van... Je kunt niks meer maken of er wordt over gezaagd. En dat is zo triestig aan het worden. Ja. Allee, je kunt over alles gaan neuten. Hè. Je kunt over alles gaan neuten. En dat is gewoon de artistieke visie, die mannetjes. Dat staat nog eens niet bij Er wordt niks verwezen naar zwart of naar ras of naar mensen. Het zijn fucking mannetjes uit die een of ander poppetjesuniversum. Die worden afgebeeld met rastas. Ja, als jij dat dan wilt gaan bedenken dat dat een verwijzing is naar de zwarten, heb je dan een primitieve zwarte stam. Ja, fuck, maat. Maar wat zijn de bezig? Denk het dan en schrijf het op je Facebook. Maar dan moet een developer niet onder druk gaan zetten voor die designs te gaan veranderen. Hè. Nou, my 5 cents, ja. Maxim. Weer al 5 cents. Nee. Trouwens, er is ook nog, ik zie nog één exclusive, die ook wel er nog wel interessant uitzag. Ook, hoewel dat ik niet zo zot ben van de setting, omdat het ja, weer al sci-fi is. Maar, Returnal. Ah, ja. Maar, dubbel gevoel erbij. Groundhog Day in Space. Ja, dubbel gevoel erbij, want die cutscenes zagen er supergoed uit. Heel mooi, ja. Zo, maar dan zie je de gameplay zelf, en dat was echt een third-person shooter. Zo hectisch en chaotisch. Ja. Waarbij dat je zo'n laserkogel en laser 3 werd geschoten. En dan Tim echt... Want het is van Housemarque die het dan maakt. En die gasten hebben ook... Allee, die zijn bekend geworden met twin-stick shooters, hè. Fuck, hoe noemt hij nu weer? Op PS3 zelfs. Zo'n top-down twin-stick shooter in space, zo. Met heel veel rotsblokken dat je moest... Allee, heel veel... meteoriet naar rotsblok, dat je moest kapot schieten. Ik ben nu even de naam kwijt. Maar die hebben twin-stick shooters gemaakt, super hectisch. Een Finse developer, ja. En die hebben... ik heb het gisteren nog in een nieuwsitem geschreven. Ja, maakt nu niet uit. En je ziet wel dat ze wel... Divers, Resogun. Resogun, nog één ervoor. Op PS3 was het nog één ervoor. Alienation. Nee, ook niet. Nou, dat was ook een twin-stick shooter, maar... Matterfall. Nee, ook niet. nog één vroeger. Next Machina. Nee, ook één ervoor. Maar wat? Outland? Nee, allee ja. What the hell? Super Stardust Delta. Ja, Super Stardust. Ah. En dat was de bekendste die ze gemaakt hebben op de PS3-generatie. Maar je ziet wel dat ze vandaan komen. Zie je bepaalde... Bepaalde elementen die terugkomen, zo echt zo die kogels en die laser bullets en echt zo super hectische gameplay. Ja, maar het zag er ook wel heel story-driven uit. Wel ja, dat vind ik zo wel vreemd, want de cutscene zag er, de trailer zag er story-driven uit en die CGI en die cinematics waren de max.
Maar ik vind het raar dat je dat gaat combineren met zo'n super hectische third-person shooter. Het kan cool worden, hè? Ik zeg het niet, maar ja, ik was wel triggered. En een zelden game, alleen zelden type game, dat je zo met mij iets hoger what the fuck gehalte was, was Matterfall Maternal, ik weet niet meer. Maar het was een Capcom game en dat leek op Death Stranding. Echt zo'n soort van cosmonaut die rondliep op Times Square met een klein meisje dan. Ook gemaakt door een Japanse developer, Capcom die erachter zit. En toen ik zo van, what the fuck is dat nu weer? Hoog Death Stranding gehalte is, hè? Dat was ik al zelfs vergeten, eigenlijk. Wacht, hè. Niemand die weet wat dat gaat worden. Pragmato. Ja. Ja, inderdaad. Dat was weird. Maar ja, Capcom is goed bezig, vind ik. Dus ik ga ze zeker het voordeel van de twijfel geven. Je kunt niks meer verkeerd doen door Resident Evil bij je. Nee, maar die brengen echt goede shit uit. En, het is juist in de nieuwe Oddworld ook. Goh ja, leuk voor de nostalgische trip. Hey? Welke? Die Oddworld? Ja, maar dat, ja. Dat gaat een coole game worden. Allee, ik ben altijd fan geweest van die Oddworld. Die eerste op PlayStation 1 was zelfs. Hello. En dan een scheetplaat. Ja. Dat zat goed, maar dat verhaal zat ook goed. Je gaat zo direct zo voelen met dat personage. Met een ape. En dat komt wel goed, want het is nu dat zo gaat gebruik maken van Next Gen. Je kunt dat even goed op PS4 gaan spelen. Ja. Dat gaat niet spectaculair zijn op grafisch of techno. Wacht, hè. En er is nog één game die ik misschien nog even wil overlopen. Namelijk, ja, ik vond het wel raar dat ze niet Elden Ring toonden. Maar dan wel. Ja. Maar dan wel Demon's Souls Remake. Ja. Niet, maar geen game voor eender wie van ons. Maar in Demon's Souls, die remake, denk ik wel dat een serieus. Allee, dat geen een simpele remaster remake gaat zijn, maar echt wel een goede remake. Want als je die beelden zag, gewoon die bosses. Demon's Souls is een allereerste game geweest van die man. Uit de Souls reek. Ja, maar hoe oud is dat? Dat is echt PlayStation 3. En ik heb nog ooit de Japanse versie gespeeld. Eerst komt de Japanse versie uit en dan de vertaling pas. En ik was dat 10, man. Ja, dat is 10 jaar uit. Dus ik vind het wel cool. En dat heet Ik vind dat ze er rap beginnen mee afkomen. Dat is waarschijnlijk gewoon omdat wij oud aan het worden zijn. Maar remakes. Tegenwoordig, een spel moet echt niet. 10 jaar uit, ik vind dat niet zo uit eigenlijk. Om daar dan al een remake van te maken. Ja, kijk. Dat was toch ook al het HD-tijdperk? Oké, de begindagen ervan. Ja, maar ik denk dat het zo kunnen ze dan nog veel vetter maken. Ik denk dat het echt meer reimagining gaat zijn. Want die game was toen vrij beperkt. Ook toen voor die periode wel groot en indrukwekkend. Maar ik denk dat ze nu wel iets fors gaan van maken. Maar ja, langs de andere kant, die nieuwe Bloodborne ging ook wel cool geweest zijn. Die nieuwe Dark Souls, Elden Rings is ook mee bezig. Geen idee waarom dat ze niks van getoond hebben. Misschien bewaren ze het nog, hè, voor dat later. Dat vond ik dan wel raar, eigenlijk. Dat had ik wel eerder verwacht. Een God of War 2, dat gaan ze nog mee uitpakken. Dat is ook mee bezig, hè. Dat gaan ze wel nog mee uitpakken, Sony. Maar het ging wel cool voor als wel een korte teaser te gaan zien. Dat was een teleurstelling, hè, voor u? Mooi, wat teleurstelling. Ik had gewoon gedacht van, dat gaan ze wel mee uitpakken. En kan een Bioshock 4 had ik ook verwacht. Want je zegt zo een teaser-website en via Twitter en weet ik veel, waren er bepaalde developers al aan het teasen van, oké, we kunnen misschien iets doen of we houden het in de gaten. Maar ze gaan ooit moeten de aankondiging doen, ooit de onthulling. Ja. Dus en Harry Potter RPG, die was er ook niet. Ja, maar dat maar is Warner. Dat Warner Bros. En het gaat niet goed, hè, met Warner Bros. Is die, het zo? Die staan te koop, hè. Dus eerst waren ze nog van plan voor op E3 een showcase te doen. En wat zit er onder Warner Bros? Dat is Batman, Mortal Kombat, Harry Potter. Dus Middle Earth Games. Dus Rocksteady is de grootste natuurlijk, dat zijn de Batman games. En die gingen normaal op E3 een showcase, een persconferentie waarbij dat ze heel veel de nieuwe games gingen aankondigen. Daar hebben ze dat niet gedaan omdat E3 werd uitgesteld, maar ze doen ook niks van. Allee, er is ook geen sprake van een andere digitale showcase. Maar als ze dan lees je opeens van AT&T is blijkbaar het moederbedrijf van Warner Bros. Interactive. En die willen eigenlijk, die hebben 150 miljard schulden. En die hebben nu Warner Bros. Games.
te koop gezet. Ze wilden er vanaf voor 3,5 miljard. En wat zit daaronder? Daar zit, al die developers zitten eronder. Hè. Dus een Mortal Kombat, NetherRealms is daar, Rocksteady. Dat is allemaal eigendom van Warner Brothers. Hè. Dus al die eigenlijk gaat een volledig, ja, een tak, gaat eigenlijk een volledige uitgeverstak gaat worden verkocht. Inclusief developers. Is dat een package deal? Dat is alles, en niet los afzonderlijk, hè, want het is geen faillissement waarbij dat alles los afzonderlijk wordt gekocht. Ze zoeken een overname voor heel de tak, alles. Ja. Alles stel je voor, dat Microsoft dat doet. Microsoft koopt dat en allemaal exclusief vanaf nu. Wat zijn ze nu? Maar ja, ik weet ook niet of dat betrouwbaar is. Er zijn 3 gegadigden. EA, Activision en Take-Two. Is dat waar? Er gaan waarschijnlijk wel nog andere... Hopelijk in EA. Take-Two zo goed, want daar heb ik zo meer goed, beter gevoel bij. Activision en Take-Two zou ik zeker mee kunnen leven. Maar ja, kijk, dus dat is waarschijnlijk de reden dat je nu even geen nieuwe Batman-game ziet. Hè? En dat de Harry Potter-game, dat je dat ook even nog gaat zien. Maar ik had wel gezien dat er zo een of ander event gaat zijn ook van DC Universe. Ja. En dat ze dan daarvoor Batman gingen bewaren. Maar ja. Dat is waarschijnlijk nu ook niet meer het geval. Ja, dus... wel, ja. Het is ook zo aangekondigd van een DC Fanfest of zo. Ook een digitaal event, hè. En een persbericht dat Warner Bros. Interactive aanwezig gaat zijn en dingen gaat tonen. Ja, oké, dan is het ook logisch. Die hebben alleen maar games, hè. Die hebben alleen maar een Batman, een Mortal Kombat, Harry Potter, Middle Earth. Dus dan denkt iedereen automatisch dat een Batman game dan gaat worden aangekondigd. Maar ja, nu dat die te koop staan... jammer, want dat zijn allemaal wel quality games. Ja, maar het is ook niet dat die developers nu moeten vrezen dat ze niet kunnen, dat gaat gedaan zijn. Hè? Ik bedoel, er wordt gewoon een overnemer gezocht en die gasten gaan gewoon doorgaan. Die zijn nu ook door aan het gaan. Hè? Maar en dat gaat wel overgenomen worden. Natuurlijk wordt dat overgenomen. Ja. Het is niet, ja... Het komt nu aan op de prijs. Hè? Wie gaat dat overnemen en voor welke voorwaarden? Maar ik denk dat die developers en die games, dat die daarom geen vertraging gaan oplopen, dat die games worden gecanceld. Hè? Natuurlijk, als EA zegt van ja, wij kopen alles over en dat ze dan gaan beginnen projecten te gaan elimineren, dan zeg ik van dat past niet binnen onze policy of onze company policy. Ja, dat kan wel, maar. Dat moet echt balen zijn. Ja, ik denk dat de projecten die al ver genoeg staan, dat ze. Harry Potter, ik heb zo op Invader de details gelezen. Er is heel veel gelekt over de game. Ja, maar de ene zegt het is waar, de ander zegt het is niet waar. Ja, ja uiteraard. Ja. Het zijn wel heel, heel, heel frappante details met... Ja, het is niet omdat iets waar of echt klinkt of leest dat ook zo is. Want je kunt nog altijd een goed verhaal uit je duim zuigen. Maar soms heb je wel zoiets als je dan de hoeveelheid details ziet en de geloofwaardigheid en zoiets van... Het gaat eigenlijk zo ver in detail... dat je het bijna niet anders kunt dan geloven. Gelijk die Resident Evil leak was ook zo. Over Resident Evil Village. Was ook zo van zoveel details. En dat is ook waar gebleken uiteindelijk. Hè? Ja. Het wordt moeilijker en moeilijker om grootschalige projecten... Nee, maar het lijkt mij allemaal... dat geheim te houden. Het lijkt mij allemaal heel plausibel, hoor. Let op, ik heb geen voeling met Harry Potter. Nog nooit een Harry Potter film gezien zelfs. Maar ik geloof wel... en kan me inbeelden dat voor fans... Dat is zoiets van, ja, dat schiet ik van in mijn broek. In mijn tovenaarsbroek. eigenlijk wel. Canili, ik ben er super, super psyched voor. Ik hoop dat dat doorgaat. Dus fingers crossed. Oh, we moeten nog iets cools zien. Wacht. Houd u vast, hè. Ja. Zalig. De Ben gaat skaten, jongens. Ik had je gezegd dat ik goesting heb voor zo... ik had zo'n He-Man skateboard gezien van Element. Ja. En dit is het. Skeletor. Vet. Mooi, hè? Heel mooi. 1. Ik ben niet... Dat is niet erg, dat dient ervoor. Ik ben niet... Ja, inderdaad. Ik ben niet van plan om te gaan skaten. Is daar niet van. Ik was zo in een deck met een 80s vibe... Ik zag dat, ik moest dat gewoon nemen, ik wil dat ik in een Vader-cave aan de muur hang. Zalig, want ik ben nu te oud om te beginnen skaten, want dat gaat eindigen met 2 gebroken benen of een gebroken bekken of zo. Maar het hangt dan af
hoe dat je gaat skaten. Hè. Je kunt eigenlijk wel. Allez, je kunt dat wel op een laag pitje doen hoor. Ja, ja, maar dan. Nee. Niet dat je direct moet beginnen grinden en dan heel de zever. Gewoon een beetje olietjes poppen. Kijk, wel, welk formaat van skateboard heb je? Weet je dat van buiten? Dat 8. Is een 8.5. Ah, 8.2. Dus 8.5 is wel een vrij brede. Ja. Ik ben ook een vrij brede. Ah ja, het is zo. Nee, wat was. Ik dacht van welk zal ik het tonen aan Maximikke? Ja, nee, super. Tijd dat je nog een keer naar hier komt, hè? Zie je dat zin? Ja, ja, ja. De volgende podcast zullen we nog eens op locatie doen. Want ik heb de podcast-setting nog altijd helemaal. Ik heb het zo gehouden, okay. Ik heb nog niks vereist of zo. Zo'n camera staat nog altijd op dezelfde. Ik zal mijn mondmasker aan doen. Ik zal mijn ontsmettende spray meenemen. Komt allemaal goed. Ik denk niet dat ik besmettelijk ben, hè? Of dat ik besmet ben met COVID-19. Maar... Het schijnt dat veel vroeger in het land was dan gedacht. Hè. Ja? Ja, dat was nu allee, dan eerst gedacht. Dus dat er echt al oorzaken, dat er al gevallen waren in eind vorig jaar. En ik vond het grappig, want zeker in Parijs, dat was blijkbaar een broeihard. Maar ik ken de maat die deeltijds in Parijs woonde. Ja. En ik ben in februari echt mega ziek geweest. Maar mega, een weekje scheiden ziek geweest. Ja, ja, ik weet dat nog. Dus nu vraag ik me af, zou het COVID geweest zijn? Ja, ja maar het, je weet het niet. Of de griep natuurlijk. Hè. Ja, het inderdaad. Ja. Over Frankrijk gesproken, jongen. Heb je die beelden van Dijon gezien? Ja. What the fuck, maat? Ja. Moest je die beelden zien zonder duiding, zouden zeggen van, nou wel, dat is Midden-Oosten. Ja. Dat is niet normaal, hè. Ja, er lopen zo 30, 40, 50, blijkbaar Tsjetsjenen. 200. Ja. Ja, op beeld zeg ik er zo 50 zo met Kalashnikovs, met automatische geweren. Schroefdraaiers, alles wat dan wil, baseballknuppels. In de lucht aan het schieten, tussen de zo, wat blokken, zo, appartementsblokken. En dan zie je dus opeens die een kleine auto afkomen. Die ging inrijden op de menigte, maar dat de controle verloor over zijn stuur. Dan zie je een crash. Dat zie je dan beeld erachter, zie je die een chauffeur dood of zwaar gewond uit zijn raam hangen. Shit, man. Hij is dood, dus. Allee, er wordt gevreesd voor zijn leven. Er is een soort van drugsbendeoorlog aan de gang. Niet normaal. Noord-Afrikanen tegen Tsjetsjenen. Er is een klein manneke van die Tsjetsjenen, die is afgeslagen geweest. Ah. Door, blijkbaar, de uitbater van een pizza-restaurant. Wat is een klein manneke? Als je die manneke van 16 zal inderdaad een manneke van 16 zijn, maar, ja. Als je dan zag die bende, jongen, ik denk dat er ook wat van 16 tussen liep. Dat is geen klein manneke meer, zeg, man. En ze waren van overal, hè. Het zaten ook Belgen bij en al. Maar allee, man. Allemaal gewoon... Rup. Allemaal naar Dijon. Hop, afspraak naar Dijon. In Dijon. En daar even relletjes gaan. Maar dat was niet normaal, jongen. En dat heeft blijkbaar 3 dagen geduurd. Ja. En de politie heeft niet kunnen of willen ingrijpen. Dus zegt er al die appartementsblokken, zit een mannetje als gewoon eenvoudige mens of als gepensioneerde in uw appartementsblok en je kijkt naar buiten en daar zitten zo'n 200 man, die schiet met een Kalashnikov en gasten aan het afmotten. Allee, jongen. Zo ook wel in mijn broek scheet. Ja, ik ook. Ik zo, dat is The Last of Us 2, maar dan gewoon uit uw raam kijken. Nou, echt gewoon wetloosheid, even. De Purge. De primitieve karakter van de mens die weer even naar boven komt. Ja, insane. Maar nee, hè. Zeg, wat gaan we doen? Je hebt al gezegd. Ik ging nog eens vragen. De All Digital of die met schijf, de PS5. Daar hebben we al over gepraat, hè. Sowieso de... Je bent al gezegd. Ga dan bestellen als het van zodra dat mogelijk is. Ga dan pre-orderen of niet? Sowieso. Ja? Day one. Ja, ja. Ik ook wel. Ik heb al gezien op bol.com staat die al, hè. Maar nog met niet beschikbaar. Zonder prijs. Dus het staat al in het bestand, laat me zo. Het staat al in een database. Van. Ik wil sowieso een pakketje met 2 controllers en een game bij, als dat mogelijk is. Ja, ja, ik ook wel. Ik ben benieuwd. Twee controllers, ja. Ja, eigenlijk speel ik bijna nooit lokale multiplayer, maar toch, ik moet gewoon 2 controllers hebben. Ja, wat ze wel nog niks over gerept hebben, is virtual reality, hè? PlayStation VR. Want heel lang geleden zijn er ook al zo details gelekt over, ja, er gaat ook een PlayStation VR 2, allee, 2 niet, maar een opvolger, een next-gen PlayStation VR uitkomen. Er zit al een cameraatje bij de console, dat is al goed, want dat wil zeggen dat er opvolging gaat zijn waarschijnlijk voor toch de camera toepassingen. Zit dat er standaard bij, ja? Nee, 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 nee.
Ik denk ja. voor de standaard prijs dat je gewoon één console hebt en één controller. Ja, en dat er dan zo'n soort van deluxe pakket gaat zijn. Twee controllers, oplader en een camera erbij. Maar denk, ja, ik weet het niet, ik durf er geen prijs op plakken, want ze durven voor die accessoires durven ze belachelijk veel geld vragen. Wat? Het gaat gewoon rond de 500 zijn, hè, voor de buis. Ik denk dat daar wel van kunnen uitgaan, hè. Rond de 500, hopelijk. Ik denk, luxe pakket, dat is dan eigenlijk een PlayStation 5 met disc reader. Met twee controllers, oplaadstation. Minstens 600. Camera. Maar nee, zot dat gewoon meer zijn. Ik denk dat daar tegen... richting 800 gaat zijn als je al die shit erbij krijgt. Ah ja, maar met die koptelefoon en heel een brol, oké. Ja, dan pakt gewoon twee controllers, oplaadstation en een camera. Maar ja, die gaan dat ook gefaseerd doen, hè. Die gaan eerst een standaard pakket in de markt zetten en die gaan dan later zo een soort van voordeelpakket zetten met alles erop en eraan, hè. Ja. Ah ja, ik weet het niet, we zijn allemaal aan het speculeren. Speculeren, daar zijn we goed in. Trouwens, over VR gesproken, nu dat ik dat zo zie, ik zie mijn bril daar liggen en ik denk van, ah ja, eigenlijk, dat design is gelijk zo een voortzetting van VR-bril design. De PlayStation VR past heel hard bij de PlayStation VR. Hoe je dat wit, zwart? Ja. Dus wit domineert met een zwart als accent. En dan met zo dat mini, de blauwe gloed. Ja. Want die heb je ook op je VR-bril, hè? Ja, het klopt. Ik heb hem hier ook staan, hier. En het is wel zo, het past heel, want op de bril is nog verlopen, is nog heel zwart. Hè? Als je die in case ziet, is zo voornamelijk zwart. Voornamelijk zwart, ja. Ja, ik ben benieuwd. Ik ken ook zo foto's zitten kijken, alleen goed zitten bestuderen. Je kunt hem plat leggen, je kunt hem recht zitten. En die console ziet er natuurlijk helemaal anders uit als je die plat legt. Dus zo, ik weet het niet. Ik vind het cool, zeg maar. Ik ben hier al even aan het zien wat ik hem precies ga zetten. Recht naast een tv of liggend, ja. Zorgen voor later. Zo. Maar... Alright Ben, ik denk dat wij alles uitvoerig besproken hebben. Yep. Wat we gezien hebben. Ja, er zijn nog wel wat games. Er zijn nog wel wat games dat er tussen gevallen zijn, maar... Ja, we hebben zodanig belachelijk veel werk gehad ook en veel items moeten schrijven. En ook belachelijk veel bezoekers gehad op de website trouwens. Wat dat supergoed was. Dus, ja, maar het was niet normaal. Ik heb het nog nooit gehad. Er was zo één item over... Dit is het opstartscherm van de PlayStation 5. Eigenlijk hebben ze tijdens de showcase hebben ze ook al even het opstartscherm van de PlayStation 5 getoond. Wist je dat? Ja, dat heb ik gezien, ja. En zo even 10 seconden hebben ze dat ertussen gegooid. Dat item is zaterdag, ik overdrijf niet, 90.000 keer bekeken. De zondag erop... 75.000 keer bekeken. En dan maandag nog 50.000 keer bekeken. Dus dat heeft bijna alles samen 200.000 bezoekers in dat item gezien. Ja, dat is zot. We nog nooit gehad. Samen, ik zeg voor de afgelopen maand, dat we nu over 500.000 pageviews zitten of zo. Dus door de PlayStation 5 is dat zo geskyrocket. Oh, super vet. Handig. Super, super goed, maar je ziet ook dat er heel veel mensen zijn op zoek naar PlayStation 5 nieuws. Dat is echt... En daarom... praktische toepassing. Allee, praktisch gevolg denk ik ook van... Er zijn heel veel mensen die een PlayStation 5 nu al willen bestellen. En je weet niet hoeveel aantallen er gaan zijn. Ik weet niet... Als je de nieuwsberichten las... PlayStation, Sony gaat zo'n beperkt aantal PS5's op de markt zijn. Ja, tuurlijk. Dus dat is zoiets van... Op het moment dat je kunt pre-orderen... Ik zou niet te lang wachten. Dat was de vorige keer te hoek. Ik zou echt niet te lang wachten. En doe het met een partij dat je vertrouwt. Instant. Wow, ik ben ook... Een grote partij. Ik ben dat misschien gewoon fucking Game Mania. Game Mania of Bol.com zou ik gewoon. Ja. En grijpt het daar nefjes. Pakt zo de algemene retailketens in. En... Ja, kun je. Ik heb eigenlijk wel vertrouwen. Game Mania. Prijzenbeleid is niet super top. Zeker van nieuwe games. Maar ik heb wel vertrouwen of zo in die keten. Ja, ik ook wel, want het zijn natuurlijk specialized, je weet dat die grote aantallen gaan krijgen. Ik ga daar gewoon ook al heel mijn leven echt wel van een klein manneke was, dat is gewoon zo de go-to winkel, dus fuck it. Op dat vlak ben ik wel nog een trouwen hond. Niet voor nieuwe games, want onderprijzen zijn te echt, die durven soms echt de pan uit te reizen. Ja, maar die kunnen ook niet tegen de grote retailers, hè? Een Mediamarkt, een Bol.com. Die kopen de games aan zodanig grote hoeveelheden.
op dat die veel lagere prijszetting kunt doen. Hè. Of het verlies dat ze dan maken op dat vlak kunnen ze dan met andere producten gaan goedmaken. Dus, ja. Begrijp het wel dat het ook niet zo gemakkelijk is voor een Game Mania. Hè. Ja, het is al. Ja, dat is nu eenmaal de economische realiteit. Maar goed, mannetjes, we gaan... het was leuk u nog eens terug te zien, Maxime. Ja, idem. Het was een plezant. De volgende keer doen we het weer face-to-face hier in de Man Cave. Moet je even aan mijn aan mijn skateboard van He-Man ruiken. Ja, is goed. Ik zal een dikke popje over het poppen. Allee. Goed. En ik ga laten weten hoe is mijn Collector's Edition vrijdag geleverd worden. Ja, pakt een game dan mee. Pakt die een game dan al mee. Dat is echt wel nog een idee, ze. Want ik heb geen zin om te wachten, man. Nee, ja, dat begrijp ik. Want dat zijn ook twee kostbare dagen, hè. Vrijdag en zaterdag, en dan moet ik weer werken de komende week. Ja, en het is ook 25 uur, zeker. Het gaat regenen. Dus gaat die game ook niet op twee dagen uitgespeeld. Natuurlijk, als je vol een bak doorspeelt wel. Maar pak me, ik heb er ook een week over gedaan. Een week, ja. Maar ja, dat is perfect. Ja, nou, kijk. Ik laat het weten, goed? Alright. People, Maximus. Merci om er weer bij te zijn. En tot de volgende keer, waarbij we weer een aflevering zullen opnemen in het pittoreske Vaasmünster. Oké. Okay, de Invader HQ, ça va? Yes, yo, Maxime. Let's play some Tetris, motherfucker. Fuck!